Jobe Christian, en vandaag gaan we Euro Truck Simulator 2 spelen. Ik heb zin in, ik hoop jullie ook. En we gaan weer lekker rijden. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag gaan we Euro Truck Simulator spelen. We zijn op vorige aflevering in Genève aangekomen. Maar ik zit even te kijken. Dit doet wel wat, dit is wel goed van rijden. Ik krijg dat meestal geld voor. Oké jongens, oh mijn god, ik sta hier gewoon gelijk op elkaar. Voor 65.000 euro en gaan we naar Finland. Dit wordt wel echt 4 afleveringen. Oh kijk, we kunnen gelijk hier omhalen. Dit is spannend. We gaan gewoon beginnen met een nieuw avontuur. We gaan helemaal naar Finland rijden. Hier gaan we echt wel dagen over doen, maar ja. We moeten ondertussen ook even allemaal dingen al gaan uitzoeken. Ik ga even, wacht, ik weet even wat van wel. Het is 42 uur rijden. Ja. Over 3 uur moeten we stoppen. Dus, dat is 4 uur rijden. Laten we die gok wagen om hier te slapen. Ja. En dan gaan we helemaal naar Finland. We moeten via Rusland. Het is helemaal naar de boot. We moeten helemaal naar Latvi. Oh mijn god, dit wordt wel echt een extreem lange reis. 2600 kilometer. Holy shit. Nou, voordat we dat gaan doen, gaan we nog iets doen. Want ik zei dat ik graag nog iets wil doen met Nick. Maar het heeft een stuk nieuw, hoor. Want we gaan iets doen. Maar wat ik ga doen, ga ik nog even wachten. Hoor. Even geheim houden. Want aangezien dat hij heel moeilijk weer omhoog komt, hebben we hier de truck niet. Het is wel een ander soort bier, maar deze kan ons wel erg mee helpen. Dat ben ik 100% zeker. Kijk, even laten maken ondertussen. En we gaan er een nieuwe versnelling in zetten. Een nieuwe versnellingsbak. Ja. Dus even kijken wat er nog meer is. Kijk ook in hoop. Ja, ik denk dat dit gewoon beter is. Nee, we gaan officieel nu Nick verbouwen. Maar hoor je dat? We gaan. We hebben nu iets pk meer versnellen. Ja. Dus waarschijnlijk gaan we er iets meer van merken, maar ja. Oh, kut. Kijk, ik heb hier twee versnellings. Tenminste, twee versnellingen naar achteren.
doe nu de garage open. Ik heb het eraan. Het begin van een lange tocht. Nou, dat zou ik bedoelen. 2600 kilometer gaan we rijden. Dus je gaat echt heel veel afleveringen inzetten, denk ik. Maar ja. Ik hoop dat je het ook leuk gaat vinden. We gaan even naar Finland. Maar nu is dat voor mij 90 km, dus op zich, ja, dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ook qua cruisecontrole, gewoon ook. Nou jongens, dat moet ik even doorrijden. Nou, zo, er staat nog een dikke file. Ik denk dat ik er niet achter te staan. Dus, Nou, ik kan echt niet wachten om gewoon helemaal naar Rusland. Ja, we rijden ook een stukje door Rusland, maar helemaal naar Finland te rijden. Het is gewoon weer een nieuw avontuur. Kunnen we de... Het is gewoon een tocht van 2600 kilometer. Dit is gewoon de langste die we tot nu toe hebben gedaan. We hebben echt een tocht gehad van 1000 kilometer, maar nu was het wel echt extreem, maar ja. Maximaal 90, dat is wat nadeel, maar ja, dat geeft niet. Ik heb eigenlijk wel echt al het geld wat we net hebben verdiend, bijna. Ah, niet helemaal het geld. Ik had het nog besteed aan de truck. Die trein, hoe snel is de trein aangekomen? Het is gewoon het begin van een lange reis in een fucking Zwitserland. En dat mag ik niet vinden. Hoeveel landen gaan we ooit door? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 landen. Ik moet gewoon 8 landen doorkruisen. Door willen wij nu 41 uur doorrijden. Nou ja, dat gaan we in dit geval niet doen, want we terug moeten opslapen. Oh, ik ben echt zo fucking blij dat we gewoon dit hele stuk kunnen rijden, gewoon. Dit is gewoon... We moeten nog helemaal naar Bergen en zo, maar we gaan gewoon zo'n plek in Alpenhuis. Maar ja. Ik moet ook zelfs nog met de boot.
heel lang stuk. We krijgen echt wel een mooie dag. Het kost gewoon een gevaar, hè. Het is ook gewoon lekker veel geld op. Even kijken of we de reisje op kunnen maken. Zo. Straatsburg. Zurich, even rechtdoor. Ja. Het is echt een hele lange tocht. Het is nu zondag en we komen dinsdag pas aan. Nou. Daar rijdt de politie achter mij. Hoe hard ik hier omdraaien, want de politie blijft nog wel af te draaien. Volgens mij. Kijk, de politie. Ik heb al een Zwitser kentekenplaat voor die oplegger. Hij begint ook wat te gaan, maar we hebben onze slaapplek ingepland, maar dat is... Ja, dat zie je. Hier gaan we zo slapen. Dus dat is nog wel even een dingetje, maar alsnog, het valt op zich wel mee. Dus ik heb even de linker rijbaan. Even oppassen met de politieauto. Hij zit nog steeds achter mij. Ja, dan ben ik steeds achter mij. Mijn volk die ik gewoon ten eerste waar ik de grens over ben. Ja, kijk. Je ziet gewoon net. Ik ren net de tijd af. Ja, kijk, hij wacht gewoon tot mijn bloed maar even. Maar dan is nu je dag geslaagd. Oh, god. Is dit voor ergens iets? Ik weet wel, grap toen is het gewoon. Oh. De politie rijdt gewoon deze achter mij en die geeft me niet kan boeten. Dat ik 1 seconde boven de dak te krijgen. Vandaar dat ik niet in bezwaar kan gaan met deze boetes.
Stuttgart, Innsbruck. De lange tocht begint gewoon eindelijk. Het is gewoon echt, het is gewoon nu. Ja, ik hoop echt dat we morgen, dus eigenlijk in de spel dan morgen, dus dan een goede vorm van leven. Ja, hoe gaat het? De Duitse grens over. Bij het volgende tankstation gaan we slapen. Zo, we zijn in Duitsland. Bundesrepublik Deutschland. Oh, wat heeft Duitsland gemist? Parkeerplaats staan. Ik ga nog even een keertje slapen. We zijn nu in Duitsland, dan heb ik er nog geen kut van gezien. Maar ja, dat zien we in de volgende aflevering. Ik doe even een vast een blauw duimpje omhoog abonneren op dit kanaal. En ik zeg tot volgende week. Tot de volgende video bedoel ik. Later! Vonden jullie deze video nou zo leuk? Moet nu een zoek op duimpje. Vond je deze video nog leuk? Wat doen? Dus film op blauw duimpje omhoog. Abonneer je rondom dit kanaal. Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. En volgende aflevering gaan we weer lekker spelen. Ik heb zin in een kopje ook. Laat een leuke reactie achter. Druk even een belletje op de hoogte zijn wanneer we een nieuwe toffe video hebben geplaatst. Ik heb spraakgebrek volgens mij. Dus tot volgende aflevering. Het is maar goed als ik het kort hou. Later.